Ja, goedemiddag mensen. De vraag is als volgt, hoe moeten we deze strijd ooit gaan winnen met mensen die nog te dom zijn om voor de duivel te dansen? Het is werkelijk waar, het is een ongemanierde bende, het is onfatsoenlijk, het is asociaal, het is alles bij elkaar, maar daar zit echt niks in. En dan praat ik echt maar over 0,1% van de demonstranten, ik bedoel maar 99,9%, niks meer aan de hand, oprechte mensen, maar ik ben zo ontzettend bang, nou je hoeft niet bang voor de wee, dat op een gegeven moment dat asociale spul gewoon de beeldvorming geeft bij de overheid. En dat de overheid dan denkt van ja, die mensen die nemen me niet serieus, al die demonstranten en alles. Ja, ik kan me dat ook eigenlijk wel best voorstellen. Want het is onvoorstelbaar. Dus het is, ze zijn alleen maar met zichzelf bezig. Het is continu anderen allemaal beschuldigen en alles. Ik bedoel maar, als er iemand een keer krap bij kaas zit en die vraagt om tikkies of wat dan ook. Ja, dan zit de wereld al in de brand, zeg maar. En dan denk ik van, kijk dan eens even naar de grootverdieners in Nederland. Kijk eens naar de bankdirecteuren die miljoenen verdienen en alles. Kijk door, richt door je pijl op die graaiers. Maar nee, ik bedoel maar, er wordt iemand, die zit een beetje krap bij kaas en die vrouw van tikkies. Nou jongen, dan heet dat aan de gang, hè. Dus het is continu elkaar de grond indrukken. Het is onvoorstelbaar. Maar goed, uiteindelijk is het maar 0,1% die dat doet. Maar ja, dat ben natuurlijk een hele koppel mensen. Die dansen er als idioten achteraan. Echt verstandloos. Gewoon verstandloos. Allemaal gewoon geweldig, weet je nou. Die vinden het allemaal super en zo. Nou, nah. Het is niet normaal. Ze bedenken maar gewoon dingen. Ze creëren zo'n verhaal in elkaar. En dat is onvoorstelbaar. Dan gaan we de strijd echt niet meer winnen. Echt absoluut niet. Absoluut niet. Allemaal beschuldigen links en rechts. En nou, Ik kan je wel vertellen, er is geen hond en ook geen hond die ook maar wat aan een demonstratie verdient of aan demo's. Echt 0,0. Ja, dan gaat het om tikkies wat iemand voor persoonlijk, die een uitkering heeft en die niet uitkomt met de kosten of wat dan ook. En die vraagt eens een keer tikkies, ja, dat zal maar privé zijn. Maar ja, uiteindelijk heeft die mensen die allemaal kritiek hebben, die betalen niet. Dus ik snap dan ook niet waar die kritiek wegkomt. En als diezelfde man aan de andere dag in een dikke auto rijdt, ja, dan wordt ook alweer een ander verhaal. Maar gebeurt ook niet. Dus het is alleen maar afgunst, ego's. Het is echt, ik vind het bedroefd, echt bedroefd, jongens. Dus ik heb er geen goed woord voor over, echt niet. Ik vind het echt super asociaal. Terwijl dat je weet dat 99,9% van de mensen allemaal top bent, zitten goed in elkaar, strijden voor het goede, zeg maar, stonden goed in de wedstrijd. Maar een deel van Nederland, nou, ik vind het verschrikkelijk. Dus schaam me er niet voor, laat ik dat wel zeggen, ja.